Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Ik ben Spawater. Heb je dat blauwduimpje nog niet omhoog gedaan? Ah wel, knal dat er dan nu snel op, want anders ga ik boos worden. Dus als je me rustig wil houden, blauwduimpje omhoog, belletje aan en abonneren. En dan zie ik jullie nu in deze gloednieuwe video. Mensen, je zag het al aan de titel, 5000 euro. Nu vragen jullie natuurlijk wel af van Branko, is dit alles? Ik ga al duidelijk zeggen voor we deze video gaan beginnen. Ik kan geen exacte bedragen vertellen over het verhaal, maar ik kan wel zeggen dat het bedrag die op de thumbnail staat, 5000 euro dus, er wel dik boven zit. Waarom ik geen exacte bedragen kan vertellen, is omdat dit verhaal... Ja, eigenlijk kun je dit niet naar buiten brengen, zo'n cijfers, maar in principe kan ik dat wel doen. Ik ga vandaag vertellen wat ik met Bottlenet in 2 jaar tijd heb verdiend. En zoals jullie weten is Bottlenet nog altijd actief. Het is niet meer hoe het vroeger is geweest. Wij zijn dood. Waarom blijven wij bestaan en waarom zet ik het niet weg? Waarom hebben wij wel 4 maanden uit geweest? En de vraag is... Wat gaan we nu doen? Ik ga het kort uitleggen en ik ga kort mijn story vertellen. Zoals jullie weten ben ik in 2017 Bottlenet begonnen. En het was niet de bedoeling om hier echt geld mee te gaan verdienen of andere dingen. Nee, het was echt de bedoeling om een gewone leuke community server te starten. Natuurlijk is dit volledig anders uitgedraaid. Want wat is er gebeurd met Bottlenet? Ik heb er geld zien van maken. En dat heeft met mij een heel ander persoon gemaakt. Waarom? Ik zag Bottlenet niet meer als een spel, maar ik zag Bottlenet als een houtmijn. En dat klopt zeker. Ik ga daar niet eerlijk over zijn. Ik zag Bottlenet als een houtmijn. Nu is dat spijtig genoeg niet meer zo. Ik steek zelf nog altijd eigen geld erin tegenwoordig. Dus ik verdien er eigenlijk amper nog iets aan. Ik heb deze maand al 2 maanden achter elkaar van mijn eigen rekening erop gestort. Waarom ik dat toch doe en waarom ik toch niet opgeef, is omdat ik het gevoel heb dat Bottlenet terug kan komen. En het gaat niet om het geld deze keer. Nee, het gaat erom dat ik iets wil bereiken in mijn leven. En ik heb zoveel op het geld zitten focussen dat ik eigenlijk had van mijn YouTube-kanaal een succes kunnen maken. Ik had van mijn... Wat is een succes in mijn ogen? 5000 abonnees dat ik zeker kunnen halen. Maar waarom? Waarom is alles fout gelopen? Dat gaan jullie nu in deze story horen. Dus wat moet je doen? Even abonneren en... blauwduimpje omhoog doen en dan ga ik even de story vertellen, dus let's go. Nou, wat is er dus allemaal in mijn... wat is eigenlijk... We gaan kort beginnen bij het begin. Ik ben Bottlenet gestart. Het ging in het begin redelijk stroef. Ik ga je heel eerlijk zeggen, in het begin hadden wij... wist ik zelf eigenlijk nog niet eens dat je er geld mee kon verdienen. Dat is echt waar. Dus toen verdiende ik er eigenlijk nog niks mee. Maar toen hoorde ik dat Buycraft bestond. Toen ben ik dat gaan informeren, gaan bekijken. En toen ben ik eigenlijk Buycraft beginnen starten. Toen zag ik dat er geld mee te verdienen was. Ik had in eerste maand tijd, en toen wist ik zelf niet dat ik er zoveel mee kon maken, had ik, en daar ga ik echt niet over liegen, had ik 1500 euro. En voor mij in die tijd, dat is 2 jaar geleden, toen was ik 17, zoiets, of net 17, en toen was dat voor mij even van, what the fuck, 1500 euro in een maand tijd. Dat verdien je nog niet als je gewoon 2 dagen in de week gaat werken op een jobje of zo, een baantje. Toen wist ik gewoon van, oké, hier valt echt veel geld mee te verdienen. Toen heb ik 9 maanden aan een stuk tussen de 500 en de 1000 euro kunnen aanhouden per maand. Ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij was dat veel geld in die tijd. Ik heb ook, ik ga daar ook meteen punt over maken, want nu gaat iedereen zeggen van, yo, Spa, je bent rijk of zo. Ik ben echt dom geweest met het geld. Ik heb mijzelf laten gaan met het geld. Ik ben mijzelf de grote Jan gaan laten uithangen. Ik heb veel dingetjes gekocht. Ik heb veel domme dingen ermee gedaan. Ik wist gewoon op een moment niet meer wat ik met het geld moest doen. Maar eigenlijk had ik het veel beter in de server gestopt. Bottlenet had zoveel groter kunnen zijn. En daar heb ik zoveel spijt van. Want kijk waar we nu bij zijn gekomen. Besef gewoon waar we nu zijn gekomen. En ik vind het jammer dat we nu op dit moment zitten. En ik hoop uit het diepste van mijn hart dat Bottlenet kan terugkomen. En dat wij toch terug die server worden. En kijk, ik heb er heel veel geld mee verdiend. Ik denk dat heel veel mensen deze video ook als inspiratie gaan zien. Want 5000 euro. Als je echt voelt dat je van iets geld kan maken, is dat leuk. Maar achteraf heb je daar wat spijt van. Ik heb heel veel spijt dat ik het echt op dat moment ben gaan beginnen focussen op het geld. In de plaats dan op de spelers. Want... in principe had ik veel meer kunnen bereiken als ik me op de spelers had gefocust. Maar dan besef je nog niet op dat moment dat je eigenlijk meer bereikt met iets te bereiken, als je het zo begrijpt, dan dat je eigenlijk met geld bereikt. Want ik heb eigenlijk had ik liever de fame gekregen
die ik verdiend had na al mijn harde werk dan de haat. Want dankzij het geldinstinct heb je haat gekregen. En heb je eigenlijk een server, ja, die is nu niks meer waard. En dat vind ik jammer. Ik besef nu dat ik meer op de spelers had moeten focussen dan op het geld. Want dan had ik nu niet hier gestaan. En had ik deze video nooit moeten maken. En dat is wel jammer. Maar kijk, weet je, soms moet je beseffen dat... Ja, dat geld niet het belangrijkste is in het leven. En dat je hebt het nodig, dat is wel waar. Maar of het het belangrijkste is, dat denk ik niet. En ik denk dat ik uit deze wijze les heb geleerd dat mensen leuker zijn dan geld. Dat je gewoon samen een leuker community kan opzetten dan dat je een beetje geld op het einde van de maand op je bankrekening hebt gestort. Het is leuk. Zorg gewoon dat je rondkomt. Maar je moet ook niet overdrijven. En dat heb ik beginnen gedaan. Ik had hier geen hout mee mogen inzien. Ik had hier moeten zien van, dit is een spel. En dat heb ik 3 maanden geleden gedaan. Maar wat is er gebeurd? Je ziet het, wij zijn dood. Omdat ik te lang inactief was en ik niet meer de ervaring heb van de toon voor. Wat heb ik nu in het hoofd? Wij gaan dus zeker terugkomen met een backing server. We zijn er heel hard mee bezig. En natuurlijk is er veel werk en ik ben een beetje bezig met mijn kanaal weer op te frissen. Dus dat is al een beginnetje. Ik ga sowieso leuke video's maken, dus er komen lekkere leuke video's aan. Dit was een beetje een saaiere praatvideo, maar soms moet dit toch ook gebeuren. En soms moet er hier ook eens iets verteld worden. Nu is het zo dat, jongens, dit was dus mijn story. Ik ga jullie nog een kort heentje zeggen. Ik heb met die houtmijn gedachten in mijn hoofd ook heel veel problemen gehad. Daar kan ik spijtig nog niks over vertellen. Maar ik kan je zeggen dat het niet leuk was. Het is gelukkig achter de rug, die problemen. Maar jongens, ik wil jullie toch zeggen, pas op. Als je een eigen server start, er valt veel geld mee te verdienen, maar pas op. Het kan fout lopen. En dat is bij mij gebeurd. Ik heb het nu niet zo erg meegemaakt. Ik heb het nog een beetje kunnen... hier en daar de kantjes losfrikken, waardoor ik minder in de problemen kom. Maar ik geef jullie toch 1 tip, jongens. Focus je op de vriendschap. Focus je op de server en focus je niet op het geld. En daarom wou ik deze video maken, omdat je niet alleen op geld moet focussen. En ik heb dat beseft. Het besef komt altijd te laat, maar ik wil toch met deze video duidelijk maken dat ik zelf mijn fout toegeef. En dat vind ik dat belangrijkste van al in deze video. Dat ik mijn fout toegeef. Ik kan u wel zeggen van, Spa, je hebt eigenlijk reden voor geld, vriend. Ik kan geen officiële bedragen noemen. Maar ik kan je zeggen dat het boven de 5000 euro is. En ik heb natuurlijk veel meer verdiend. Maar dan nog komt het spijt achteraf. En eigenlijk, geld is niet het belangrijkste. En dat besef je nu. En ik heb het nu al 10 keer gezegd. Maar toch wou ik het nog eerst even duidelijk zeggen. Dus jongens, vond je deze video nog super nice? Ik ga binnenkort elke dag uploaden. Dus ik ga wat video's klaarmaken, stomen. En dan zien jullie binnenkort elke dag een gloednieuwe video van mij. Om 5 uur. Dus binnenkort elke dag om 5 uur een video. Ik ga ze dus in de planning zetten. Want ik ben nooit om 5 uur thuis. Meestal toch niet. Dus binnenkort elke dag om 5 uur. Deze video is niet om 5 uur online gekomen. Dus dat spijt me. Maar ik zie jullie in de volgende video. Laters, mensen. Jodie, yo!